Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. In deze video zou ik, zoals aangekondigd op Instagram, een soda brood voor jullie bakken. Maar omdat bloem op dit moment ontzettend lastig verkrijgbaar is, net als wel meer dingen, heb ik besloten om toch iets anders te maken. En namelijk iets waar je niet zo heel veel ingrediënten nodig hebt. Waarschijnlijk heb je deze kleine beetjes al in je voorraadkast staan. En wel iets wat ervoor zorgt dat jij je even lekker kan verwennen in deze, nou, best wel vreemde tijden. Ik laat je namelijk zien hoe je heel makkelijk een chocolade mug cake kunt maken. Een mug cake, zeg het al een beetje, dat is een cake die je maakt in een mok. En dan ook nog eens in een magnetron, waardoor die echt super snel klaar is. En ik wilde jullie specifiek dit recept laten zien, omdat je er heel weinig ingrediënten voor nodig hebt. Je hebt ook mug cakes waar bijvoorbeeld chocolade in gaat of pindakaas of weet ik veel wat. Maar ik heb echt voor de meest basisvariant gekozen om jullie die te laten zien, omdat die ontzettend lekker is. En je dan in een tijd waarin sommige boodschappen toch iets minder voorradig zijn, toch gewoon iets lekkers kunt maken. En nog heel snel ook. Dus genoeg geklet, laten we aan de slag gaan. Uiteraard vind je alle recepthoeveelheden in de beschrijving onder de video. Let's go! Wat je voor dit mugcakeje nodig hebt is het volgende. Bloem, bakpoeder, een eitje, cacaopoeder, suiker, olie, melk en een mok. En de maat van de mok is best wel belangrijk. Het is best een flinke cake die je erin kunt bakken. En in deze mok gaat ongeveer 400 milliliter. Dus mocht je dit recept willen maken, check eventjes hoe groot jouw mok is. En mocht je geen mok hebben van 400 milliliter, kun je altijd dit receptje maken en het dan verdelen in twee mokjes. Dan heb je er meteen twee. Maar goed, ik heb een mega mok en waarschijnlijk ga ik die ook helemaal in mijn eentje opeten. Dus laten we snel aan de slag gaan met het cakeje. En het makkelijke aan dit recept is dat je, als je mok groot genoeg is, ook alles in de mok kunt mixen. En ja, ik gebruik ook bloem in dit recept, maar echt heel weinig. Ik kan al weken geen bloem vinden in de supermarkt. En ja, hier gaan 4 eetlepels in. Nou, die had ik dan nog wel in een zakje zitten. Dus vandaar dat ik er wel voor heb gekozen om gewoon dit recept met jullie te delen. En we gaan eerst zoals met heel veel cakes de droge ingrediënten met elkaar mengen. Dus in de mok mag het volgende, dat is de bloem. De suiker, en ik gebruik een mengsel van 2 suikers, omdat het restjes waren die ik had. Maar je kunt ook gewoon helemaal witte suiker gebruiken en zelfs ook helemaal bastardsuiker. Dat geeft iets meer karamelachtig smaakje. Maar goed, maakt dus niet zo heel veel uit wat voor suiker je gebruikt. Dan mag ook de cacaopoeder erbij. En er gaat de snuf bakpoeder in en die zorgt voor de lift en de luchtigheid in je cakeje. Oh, en wat ook heel belangrijk is in chocoladecakejes, is dat je een klein snufje zout toevoegt voor de smaak. Dit meng ik dan even goed door met een vork, zodat al die droge ingrediënten met elkaar vermengd zijn. En dan mogen ook de natte ingrediënten erbij. En dat is 1 eitje, zonder schil. En de melk mag daarbij en de olie. En ik gebruik amandelmelk, maar ieder soort melk is natuurlijk goed. Ik heb gewoon altijd amandelmelk in de koelkast staan. En dit meng je dan heel goed door met je vorkje. En in het begin lijkt het wat klonterig, maar dat komt echt wel goed. En uiteindelijk moet het er ongeveer zo uitzien. Een beetje een cake brownie-achtig beslag. Mooi glanzend. En wat ik dan doe is even de randjes schoonmaken, omdat ik er een klein beetje een kleederbol van heb gemaakt. En soms in de magnetron kan het dan een beetje aankoeken langs het randje. Dus ik haal er even een doekje langs. En dan is deze mok al klaar om de magnetron in te gaan. En mijn magnetron heeft op de sterkste stand ongeveer 2 watt. En ik doe hem daar voor 2 minuten en 40 seconden in. Maar natuurlijk kun je even kijken naar het wattage van jouw magnetron, omdat het misschien wel iets verschilt. En na die 2 minuten 40 ziet je cakeje er ongeveer zo uit. Super heet, vandaar dat ik er even een handdoek onder heb gedaan. Maar heel mooi opgepoft, zoals je kunt zien. Heel mooi omhoog gekomen. Ruikt super sterk naar chocola. En ik top hem nog met een heel klein beetje poedersuiker. Hoeft natuurlijk niet, maar het ziet er wel extra feestelijk uit. En dan is het tijd voor mijn genietmoment. Dus ja, ik pak hem erbij en ik ga met jullie proeven. Zo, de mok is nog steeds lekker warm, maar ik kan hem aan het oor wel vasthouden en aan de bovenkant. En ja, ik heb hem natuurlijk net al laten zien, maar ik zal kijken of ik ook een beetje cake. Oeh, hij dampt nog. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar hij is heel mooi luchtig. Ruikt echt heel diep naar chocola. Ik ga proeven. Heerlijk. Ik heb wel eens vaker recepten in de magnetron gemaakt. Je hebt ook koekrecepten in de magnetron, maar daar proef je toch altijd dat het niet is zoals het hoort te zijn. Maar dat heb ik met dit helemaal niet. Dit had echt net zo goed een cake kunnen zijn die wel in de oven is gebakken. Wel de truc om hem niet te lang in de magnetron te doen. Waarschijnlijk denk je, oh, ik wil zeker weten dat hij gaar is. Ik doe hem lekker lang, maar dan wordt hij heel droog en korrelig. Dus ja, probeer je echt vast te houden aan, nou, wat ik je net heb voorgeschreven of
iets eronder en even checken of die al droog is van binnen. Kun je natuurlijk ook gewoon weer met een satéprikkertje doen. Net als bij een gewone cake. Maar dan heb je echt een hele lekkere, best wel sappige eigenlijk ook, chocoladecake. Mm. En als je nou Nutella of pindakaas hebt, kun je na het bakken zo lekker zo die lepel eerst vullen met Nutella en dan vop zo erin. Dat zou ook heel lekker zijn, maar ik had het niet in huis. En in deze tijden kun je beter ook niet voor ieder wissel als je naar de supermarkt gaat. Dus ja, dit is het receptje wat ik deze week met jullie wilde delen. Het sodabrood komt er ook zeker een keer aan, als ik weer bloem kan vinden. En ja, dan wens ik jullie weer heel veel succes en sterkte thuis voor de komende week. Stay healthy. En ja, tot de volgende keer. Doei!